Hoe gratis coachingsessies kunnen leiden tot een goedlopende praktijk. Klinkt misschien een beetje counterintuïtief, gratis sessies en een goedlopende praktijk waar je winst uit haalt. Alleen in mijn ervaring is het leveren van gratis sessies en zelfs hele gratis trajecten een essentiële stap om een goedlopende praktijk op te richten. Waarom? Omdat in mijn ervaring en mijn visie de afgelopen 12 jaar is verkopen van je trajecten is vooral een kwestie van energie. En op het moment dat jij vertrouwen voelt, op het moment dat jij enthousiasme voelt over jouw traject, omdat je weet en voelt dat je met jouw trajecten daadwerkelijk mensen kan helpen, dan straal je dat uit. En dan gaan potentiële klanten dat ook voelen, ongeacht of ze met jou in gesprek zijn, of dat ze een video van je zien of een social media post tegenkomen. Op het moment dat ze van jou dat vertrouwen voelen, zullen ze veel sneller geneigd zijn om in te stappen. Het interessante is, het doen van gratis sessies en zelfs hele gratis trajecten is iets wat ik praktisch alle deelnemers die ik heb geholpen om een coachingbedrijf op te richten of verder te laten groeien, heb geadviseerd. Om een aantal redenen. De eerste reden is, waar ik het net over had, die energie. Het opbouwen van de zekerheid, van het vertrouwen dat je werkelijk in staat bent om kwaliteit te leveren en mensen te helpen. Als tweede is het ook een hele waardevolle les. Als je in het begin nog niet precies weet wat je doet, kun je liever in eerste instantie wat foutjes maken met een paar mensen die je gratis helpt, om de kinks uit de kabel te halen, de puntjes op de i te zetten, zodat je weet dat daarna, wanneer je betalende trajecten aanbiedt, je ook daadwerkelijk een goed product hebt wat je mensen kan bieden. Als derde, gratis sessies. Klanten die je helpt, zorgen voor doorverwijzingen. Ongeacht of dat gratis of betaald is. Dus de mensen die je helpt, kunnen vervolgens weer zorgen dat ze andere mensen doorsturen die ook bij jou terechtkomen. Daarvoor is het trouwens belangrijk dat de mensen die je helpt wel binnen jouw ideale klantenprofiel passen. Want anders zullen ze mensen doorsturen die ook niet jouw ideale klanten zijn. Mensen omringen zich over het algemeen met andere mensen die op ze lijken. Dus als je ideale klanten helpt, zou je ook daarmee sneller andere ideale klanten aantrekken. Als vierde, het kan waardevolle testimonials opleveren. Op het moment dat zij achteraf tevreden zijn en blij zijn met het resultaat wat je ze hebt geleverd, kan het zijn dat ze daarmee een testimonial voor je schrijven of een mooie video opnemen. Ik zeg altijd zo, je krijgt of een waardevolle testimonial of waardevolle feedback waarmee je jouw traject kan verbeteren. In beide gevallen word je er beter van. Een heel mooi voorbeeld, een paar jaar geleden toen hielp ik een goede vriend van mij, Ruben, die op dat moment wilde groeien met zijn bedrijf als coach. Hij had heel veel 1-op-1 sessies gedaan, maar hij wilde op dat moment echt meer mensen gaan bereiken en ook meer met groepen werken. Toen zijn we samen gaan zitten om voor de webinar die hij wilde geven zijn boodschap echt pakkend neer te zetten en met kracht en zelfvertrouwen dat over te brengen. En vooral natuurlijk ook te zorgen dat hij daarmee klanten kon aantrekken. En het mooie was, een maand of 8 later stuurde hij me een video dat hij inmiddels met zijn bedrijf meer dan 13.500 euro omzet per maand genereerde. En dat is een video, op het moment dat je mijn online training wel eens hebt gevolgd, en mocht je geen idee hebben waar ik het over heb, in de beschrijving hier onder deze video vind je een link naar een online training waar ik je stap voor stap meeneem in het helder stellen van welk probleem kan je mensen het meest waardevol mee helpen? Welke ideale klanten passen daar het beste bij? En op die pagina van de training, via de link hieronder, vind je dus ook de video van Ruben waarin hij deelt hoe dat proces is gegaan. Het mooie is, die video heb ik dus al jaren gebruikt, dankzij een gratis sessie die ik ooit een keer met hem heb gedaan, gewoon puur als vriendendienst. Ja? Kan je voorstellen hoeveel klanten die video potentieel inmiddels al heeft opgeleverd. En dat die ene video inmiddels misschien wel tienduizenden euro's aan omzet heeft opgeleverd. En ik weet dat sommige mensen weerstand kunnen hebben. Misschien hoor je deze video en denk je, ja, maar gratis mensen helpen of zelfs een heel traject bieden, helemaal gratis, zou ik dat nou wel doen? En dan wil ik je uitnodigen om eens over het volgende perspectief na te denken. Stel dat we straks 10 jaar verder zijn. Ja, 10 jaar verder in je leven en stel dat je de stappen hebt gezet om van jouw coachingbedrijf een succes te maken. Inmiddels heb je precies de klanten waar jij blij van wordt. Inmiddels staat het, draait het, ben je blij en gelukkig, maak je de impact die je wilt. Draai je daarmee een goede winst en kun je gewoon het leven leiden waar jij blij van wordt. Ja? In dat scenario. Stel dat je vanuit daar terugkijkt naar nu in je leven. Zou je je dan nu druk maken om 2 of 3 trajecten die je gratis hebt gegeven aan mensen? Zou je dan denken, nu ik x bedrag per maand verdien
en het leven van mijn dromen leid en al die impact maak, baal ik ervan dat ik die twee mensen toen dat gratis traject heb gegeven en dat ik niet die tijd beter had kunnen benutten? Of zou je misschien zoiets hebben, hey, ik ben eigenlijk al bijna vergeten dat die trajecten me toen wat tijd hebben gekost, maar wat ik nog wel weet, is dat dat de eerste stappen waren die ik toen heb gezet, waardoor uiteindelijk mijn bedrijf succesvol is geworden. Ja? Mijn inschatting is dat waarschijnlijk het tweede geval het geval zal zijn. Dus ik wil je uitnodigen om gewoon die stap te zetten. Als je nu deze video kijkt en denkt, hey, ik heb nog niet het aantal coachingklanten dat ik wil. Ik heb misschien nog helemaal geen betaalde coachingklanten gehad. Of misschien hier en daar wat betaalde coachingklanten gehad. Maar ik kan nog wel wat extra vertrouwen en extra zekerheid gebruiken. Dan zou ik je willen uitnodigen om dit gewoon te doen. Pak gewoon je telefoon erbij. Scroll eens door je lijst en kijk eens, zitten hier een aantal mensen tussen die potentieel mijn ideale klanten zouden kunnen zijn, die ik gewoon kan aanbieden om een aantal sessies of een heel coaching traject door mij geholpen te worden in ruil voor een waardevolle testimonial of een doorverwijzing. Dan zal je merken dat je en meer impact maakt en meer zelfvertrouwen opbouwt en daarmee dus meer mensen gaat helpen. Het heeft voor mij een heel groot verschil gemaakt de afgelopen 12 jaar, de keren dat ik het heb gedaan in het verleden. En het heeft ervoor gezorgd dat mijn praktijk inmiddels bomvol zit. En ik het leven van mijn dromen leid in het helpen van andere coaches. Om ook hun praktijk op te laten bloeien en meer klanten aan te trekken. Dat gezegd hebbende, heel veel succes. En wie weet, tot de volgende video. Bij deze, ciao ciao!